Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. We zijn inmiddels alweer flink wat dagen verder sinds de laatste vlog. Die heb ik op zondag dan geëindigd. Maar ik voel me nog steeds niet heel veel beter wat betreft mijn verkoudheid. Maar geeft niet, we hebben gewoon weer een flinke week erop zitten. En ik ga nu Marco even afzetten op zijn werk. En daarna ga ik gelijk door naar de sportschool. Dan ben ik ook gewoon gemotiveerd om op tijd in de sportschool te zijn. Dan ben ik daar al om iets van 8 uur of zo. Nou, misschien iets later. En dan kan ik ook weer op tijd hier thuis aan de slag. Ik ben inmiddels in de sportschool. Ik heb Marco net afgezet. En we gaan weer beginnen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Maar ik probeer gewoon een beetje rustig aan te doen. Het is nu 8:30, dus ik ben lekker op tijd. Volgens mij is het nog heel rustig aan de kluisjes te zien. Top. Nou jongens, ik ben weer terug en eigenlijk ging het best wel goed. Ik ben gewoon 2 uur bezig geweest. Voelde me nog niet optimaal, maar wel 90% denk ik. Dus ja, ik baal niet van deze training of zo. Het ging best wel goed. En ik ben blij dat ik nu weer gewoon het kan oppakken, hopelijk. Voel me eigenlijk gelijk beter. Soms krijg je ook gewoon juist energie van sporten. Zometeen komt mijn moeder eventjes en dan gaan we gezellig samen lunchen en bijkletsen. Vanavond neem ik Marco lekker mee naar uit eten in Utrecht. Ik heb er echt zin in, want ik heb het gevoel dat we elkaar de laatste 2 weken heel weinig hebben gezien. We hebben 2 super heftige weken gehad, allebei. Dus we zien elkaar wel, maar je doet niet echt heel veel samen, zeg maar. En we hebben gewoon even behoefte aan quality time. En ik wil gewoon ook nog steeds iets doen om te vieren dat hij een nieuwe baan heeft. Ik bedoel, hallo. Had ik natuurlijk al lang moeten doen. Maar ja, soms dan heb je gewoon van de periodes. En dan lukt het gewoon even niet. Eigenlijk doe ik echt al jaren helemaal niets meer aan Sinterklaas. Het enige waar ik wel een Sinterklaas sfeer mee krijg is natuurlijk op mijn werk, op school. En stiekem vind ik dat wel heel leuk. Want ja, Sinterklaas doet me wel altijd denken aan toen je een kind was. Want dan was het ongeveer het feest van het jaar waar je naar uitkeek. Tenminste voor mij wel. En ik vind het daarom eigenlijk wel heel leuk om juist wel weer op met Sinterklaas te doen. En nou heeft Action mij uitgedaagd om een surprise in elkaar te knutselen voor iemand die ik ken. Jullie zien dit beeld natuurlijk in de toekomst. En op dit moment heb ik de surprise al gegeven aan mijn zusje. Maar ik ga er dus een maken voor mijn zusje. En op Pinterest zag ik hele leuke ideeën om een soort reiskoffertje te maken. En aangezien mijn zusje in de afgelopen 2 jaar iedere keer een half jaar weg is geweest in het buitenland, vond ik dat wel heel toepasselijk. Ik hoop alleen niet dat dat betekent dat ze weer zo lang weggaat. Want dat zou ik heel jammer vinden. Maar, hè? We gaan aan de slag. Ik ga een reiskoffertje maken, want ze is wel echt een wereldreiziger op deze manier. En ik weet zeker dat ze ooit nog wel gaat. Oké, ik ga jullie allereerst even laten zien wat ik heb gehaald bij de Action, wat ik ervoor ga gebruiken. Ik heb deze labels gehaald en dit zijn houten hangertjes, maar die zijn zwart geverfd met krijtverf. Dus je kan er bij deze krijtmarker iets leuks op zetten. En aan een koffer hangt natuurlijk vaak ook een label van wie het is en zo. Dus die leken mij echt ontzettend leuk. Dan heb ik gewoon voor de buitenkant van de koffer gekozen voor zwart. Ik vind dat wel zo mooi. Ik wil hem een beetje een vintage look geven door wat bruin accenten toe te voegen. Maar goed, gewoon zwart wat ik dus om de schoenendoos in feite ga doen. En ik vond dit heel leuk, want dit is kaftpapier. Maar dit is dus krijtkaftpapier. Dus hier kun je ook weer dingen op schrijven. Heel gaaf. Er zitten ook krijtjes bij. En ik dacht, mocht dat nou niet werken, dan neem ik nog een gewone zwarte mee. Dan heb ik hier heel schattig lint. En dit is zelfklevend lint, dus je hoeft er geen lijn meer op te doen. Een schattig crèmekleurig wat breder kant randje. En een smalle. En dat vond ik leuk om wat details toe te voegen aan het koffertje. Omdat ik hem dus zo'n vintage look wil geven. En ik heb een heleboel toffe stickers om het te decoreren. En op die manier kun je gewoon heel snel en makkelijk een leuke surprise in elkaar zetten. Allereerst van Kirk zijn deze letters. En hiermee wil ik gewoon haar naam erop gaan zetten. En misschien nog een getal of zo. Het zijn letters en getallen. Heel tof. Dan heb ik ook deze hele gave houten stickers meegenomen. Zoiets heb ik echt nog nooit gezien. En ik vind de teksten die hierop staan ook nog eens heel toepasselijk voor iemand die graag reist. Want er staat: The future is bright, there is sunshine in my soul today, life is better in flip-flops, enjoy every moment, the best way to predict the future is to create it. Nou ja, hè, al dat soort dingen. Een beetje cheesy quotes, maar wel heel erg leuk, dacht ik. En in de doos kun je dus een cadeautje doen. En in mijn geval is dat iets van marsepein, want mijn zusje is gewoon gek op marsepein en dat past bij Sinterklaas.
Dus dat vind ik leuk om dan aan haar te geven. En ik dacht wat wel leuk is, is om dan van dit mooie decoratieve papier aan de binnenkant te doen. Zodat dat er ook gewoon mooi uitziet en je niet die schoenendoos van de binnenkant ziet. En dit is dus organza papier. Het is een beetje goudglimmend. Verder dacht ik dat voor dat kladpapier dit misschien fantastisch zou gaan werken. Dit is een lijmspray. En dat werkt voor papier, karton, hout, textiel en kunststof. Ik dacht dat scheelt een hele hoop werk. Ik ga eens kijken of deze fijn werkt. Ik heb deze doos gevonden. Ik vond dit wel een mooi formaat voor een koffertje. En hij is ook aardig stevig. Dus die ga ik gebruiken. En dan gaan we dus als eerste het cadeautje erin stoppen. En dan ga ik deze even leuk draperen aan de binnenkant. Kijk nou. Echt wel mooi. Het is echt een beetje een holografische goud-roodachtige kleur. Het ziet er heel cool uit. Ik kan het natuurlijk niet heel mooi draperen omdat hij ook helemaal dicht moet. Dus je moet hem wel echt openmaken, slash stuk maken om het cadeautje te pakken. Ik zit er een heel klein cadeautje in verstopt, maar goed. Kijk, dit is toch wel een iets leuker gezicht dan als je gewoon zo'n kale binnenkant hebt. En je kan er ook heel leuk kleine schattige dingetjes in verstoppen. Dus dat vond ik wel een leuke opvulling voor de binnenkant. Deze heeft ook een soort van magneetsluiting, dus ik hoef die flap niet apart te lijmen. Ik kan gewoon gelijk met het papier eromheen. Ik ga hem even openmaken. Oh, hier komen de krijtjes. Het zijn ook nog allemaal verschillende kleuren krijtjes. Grappig man. Jongens, ik denk dat ik nog iets helemaal meer fantastisch zie. Kijk, volgens mij heeft deze gewoon al zelf een vlakke rand. Dus dan heb ik die spray daar niet eens voor nodig. Omdat het kaftpapier is. Ik wist niet dat dat zo werkt hier. Ik moet wel even nadenken hoe het mooi is om dit te doen. Het gaat natuurlijk overlappen. Ik denk dat het mooi is om de zijkant gewoon even hiermee te doen. En vervolgens dan dat andere papier alleen te gebruiken voor de brede kant. Dus niet voor de smalle kant. Wow, fancy man. Wel makkelijk. Dit worden slordige randjes, maar we gaan er nog overheen. Dus dat maakt eigenlijk niet uit. En dan ga ik nu met dit aan de slag. En ik zit even te denken hoe ik dit het beste kan doen. Ik trek hem er nu geleidelijk onderuit, dat folie. Zodat ik hem er goed op kan plakken. Het gaat niet fantastisch, maar hè, het is een surprise jongens. Het is gewoon voor de leuk. Tada! De doos is zwart. En nu ga ik met deze lintjes aan de gang. Een koffer heeft vaak van die banden eromheen, zodat de koffer niet open kan vallen. En dat wil ik hier nu mee creëren. Een beetje zo langs de zijkant. Jongens, ik weet dat dit niet helemaal op de aarde lijkt. Maar hè, het gaat even om het idee voor de fun. Oké, dan ga ik aan de slag met deze cardboard letters. Oké, ik vind het leuk om nog een handvat te maken. Dus ik heb gewoon eventjes een bruin papiertje gevonden. Die plakken we hier erop. En dan kan deze schattige daar ook omheen. Wat ik op Pinterest heel veel zag, was dat de hoekjes van de koffer bruin waren. Alsof dat van die leren hoekjes waren. En ik vond het wel wat hebben.
Dus daar gaan wij ook even voor. Nou jongens, voor iemand die al jaren geen Sinterklaasverbrieze heeft gemaakt, vond ik het best een leuk en schattig idee. Wat vinden jullie? Zoals jullie hebben kunnen zien heb ik echt een super leuke surprise kunnen maken met eigenlijk alleen maar spulletjes bij de Action. Het is bij die winkel ook gewoon heel makkelijk, want ze hebben zo'n groot assortiment en het is lekker betaalbaar. Dus eigenlijk voor zulke soort dingen slaag ik daar altijd wel ideaal. En mocht jij nou zelf ook een surprise in elkaar knutselen met je Action spulletjes, vergeet dan ook vooral om niet te delen op Instagram met de hashtag #ActionSint. Want dan maak je kans om een prijs te winnen. Dus dat is natuurlijk altijd leuk. Dit stukje in de video is gesponsord door Action. Maar zoals jullie weten, er komen regelmatig ook shoplogjes van de Action van mijzelf voorbij. Omdat ik het gewoon een topwinkel vind. Dus dat is helemaal mooi. En ik hoop dat jullie ook een beetje inspiratie hebben uit deze video. En ik ben super benieuwd hoe mijn zusje reageert. Ik ga het jullie natuurlijk nog laten zien als ze hem uitpakt. En dat zullen jullie dan verderop in deze video zien. Nou, mijn moeder is net langs geweest en het was echt heel erg gezellig. En ik ga nu over een half uurtje, nou iets minder eigenlijk, de deur uit. En dan ga ik naar Vleuten toe, naar New Life Skincare. En dat is een huidkliniek van Melissa. En zij vroeg mij of ik het leuk vond om een keer langs te komen voor een consult. Zodat ze even naar mijn huid kan kijken en dat we ook gaan bespreken of we misschien iets van een samenwerking kunnen doen. En zij doet dus laserbehandelingen en van alles voor huidverbetering. Dus dan kun je denken aan bijvoorbeeld als je acne hebt, maar ook als je rosatie hebt. Dus roodheden op je gezicht. Als je iets wil laten ontharen. Maar bijvoorbeeld ook als je, zoals ik heb op mijn benen, van die kleine bloedvaatjes die zeg maar gesprongen zijn. Spider Navy heet het geloof ik. Pigmentvlekjes in je gezicht. Van alles. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Want ik heb zoiets nog nooit gedaan. Ik vind het een beetje spannend. Ik heb niet het idee dat ik een huid heb die echt in topconditie is. Maar dan is het misschien juist ook wel heel erg leuk om zoiets te doen. Dus ik heb nu ook alleen mascara en mijn wenkbrauwen. Ja, ik weet niet. Ik ben benieuwd wat ze me kan vertellen. Jongens, ik zit inmiddels weer in de auto. Maar ik heb nog niet gefilmd. Want we hebben eigenlijk vooral besproken wat we met elkaar gaan doen het komende half jaar. Super interessant. Ze gaat me sowieso wat peelings geven. En ook wat informatie over bepaalde producten die zij heeft van het merk Image. Wat echt een heel goed huidverzorgend merk is. Ja, ik had zoiets van, ik vind het leuk om dan gewoon te filmen. En het nu nog een beetje een verrassing te houden. Dus heel stom. Maar ja, het is nu nog even een soort van secret project. Dus jullie gaan er sowieso het komende half jaar meer over voorbij zien komen op YouTube en Instagram en zo. Nu ga ik snel naar huis. Dan kan ik me nog eventjes wel opmaken. En dan op naar de stad ga ik met Marco uit eten. Ik heb me opgemaakt en ik ga nu richting de stad. Marco is ook al onderweg en dan gaan we lekker uit eten. Even een kauwgompje zoals altijd als ik de deur uit ga of twee. Oeps. Oké, jongens, we zijn heerlijk aan het eten geweest. Ik was natuurlijk totaal vergeten dat we het karton / papier aan de straat moeten zetten. Maar deze jongen, top. Ik denk dat het best wel fijn op zich. Gezien het feit dat we dit moment ongeveer 3 maanden achter elkaar hebben gemist. Durf je dus het te laten zien? Ik durf het te laten zien. Ze weten dat ik best wel eens wat pakketjes ontvang. Dit is de kartonvoorraad in onze berging. En dat is heel netjes in elkaar gevouwen. Zeker weten. Dit is dus al het karton. Nee, dat komt nog niet. Oh, dat komt nog weer. Moet je kijken, wat schandalig. Gelukkig hebben we zo'n grote berging. Echt gênant. Goedemorgen. Of nou ja, ik betwijfel een beetje of het een goede morgen is als je je laatste spaarzame koffiepads op deze manier verdoet. Kijk. Op zich is het wel aan te raden als je op het knopje drukt om de koffie te laten lopen om er een kopje onder te zetten. Ja, ja, dat was echt handig geweest. Ik heb net deze look gefilmd. Ik heb allerlei nieuwe producten gebruikt waar ik echt heel enthousiast over ben. Misschien staat hij al online als jullie dit zien. Dus dan link ik hem wel eventjes in het i'tje. Maar wat ik dus wilde zeggen is, ik heb deze super chille trui aan. Deze heb ik in de sale gekocht bij de H&M. Ik ging namelijk een paar dagen terug wat broeken voor Marco halen voor zijn nieuwe baan. Want daar mag hij geen spijkerbroeken dragen en hij had niet echt veel pantalonachtige broeken.
Maar ja, ik ging natuurlijk ook even kijken bij de vrouwenafdeling. Ik heb niet veel gekocht. 2 truien uit de sale. En waarvan het ook nog eens zo was dat als je 2 sale producten kocht, de goedkoopste gratis was. En dat was deze, want die ene was van 40 naar 20 en deze van 30 naar 15. Dus deze trui was nog maar 15 euro. Dit is trouwens een XL. Maar ja, het is niet per se een charmante trui. Maar ik vond hem ook gewoon wel leuk oversized. Dus niet heel raar. Dus ik dacht, ja, prima. Het punt was, toen kwam ik thuis en toen zag ik dat er nog het alarmlabel in zat. Dus ik dacht, shit, dan moet ik weer helemaal terug en zo. Maar ik had dus gevraagd aan Marco van, wil jij het eventjes proberen? Want misschien lukt het jou wel. En hij is heel geduldig, dus hij ging helemaal priegelen en zo. En toen had hij dus het alarmlabel eruit gekregen. Yes. Alleen, ik was er al bang voor. Die dingen zitten niet voor niks natuurlijk goed vast. Dat is tegen diefstal logisch. Dus nu zag ik dat er toch nog, het leek goed te gaan, hier zo 2 kleine gaatjes zitten. En in de tweede had ik ook wat meiden in de klas die volgens mij wel eens iets uit de winkel stolen. En die hadden dan ook zo'n gaatje in hun kleding op die plek. Dus ik heb echt zoiets van, het was sowieso al bedoeld als chilltrui, maar ik ga dit echt niet zomaar overal naartoe naar buiten dragen. Maar ik kan hem ook gewoon dicht stikken hoor. Maar goed, het is gewoon grappig. Ik wilde dit verhaal verdelen. De zon gaat lekker schijnen. Ik heb veel gepraat voor die video en nu zit mijn stem weer helemaal in mijn neus vast. Zo kun je het ongeveer noemen. Nou ja, zometeen komt mijn zusje en dan gaan we dus de Most Likely To Attack filmen. En ik heb gevraagd op Instagram of jullie stellingen willen bedenken. Super leuk. Ik heb echt al heel lang niet meer met mijn zusje zo'n soort video gefilmd. Ze komt natuurlijk wel eens in mijn vlogs, maar ja, het is toch anders. Dus, heel veel zin in. Ik ga nu eerst ook eventjes de surprise die ik voor heb gemaakt inpakken. Ja, shit. Mijn zusje is er. Oh, ze liet me weer in de steek. Hoi. En ik heb wat leuks voor je, Eve. Ik heb wat leuks voor je. Oh. Heb je de Sinterklaas-intocht gekeken? Ik niet. Nee. Ik ook niet, maar ik dacht... Is dat niet nu? Nou, misschien wel, maar ik dacht, laat ik een keer wel wat aan Sinterklaas doen. Dus ik ben gaan knutselen. Maar ik kan het niet pakken. Wacht, jij moet even filmen. Oh, oké. Okay. Maar ja, ik dacht, ik heb een surprise knutsel voor jou. Oké, cool. Dus... Top. Interessant, hè? Jaren geleden. Nee. Vroeger waren we altijd ook groot fan van Sinterklaas. Eve en ik deden gewoon hele toneelstukjes waarin we Zwarte Piet en Sinterklaas speelden. Ja, en wacht, mag jij iets over vertellen? Ik wilde daarover zeggen dat ik 1 keer toen met hoe heette dat, van die losse watjes. Niet van die wattenschijfjes, maar gewoon los watjes. Oh, van die met van die losse watjes, ja. Had ik toen een baard geknutseld. En dan was ik Sinterklaas en jij was Zwarte Piet. Ja. Of zo. Oh ja, en ik had jouw rode badjas aan met die katten erop. Oh ja. En toen was ik Sinterklaas en zij was Zwarte Piet. En toen gingen we een toneelstukje doen. Mm-hmm. En iedereen dacht dat echt Sinterklaas en Zwarte Piet waren. Ook al waren wij de enige. Tuurlijk kinderen, dacht ik dat trouwens. Ja. Oké, pak het uit. What? Ik hoop dat het heel blijft. Oh. Je weet dat ik niet de beste knutselaar ben. Maar je hebt wel goed ingepakt. Of heb je Marco laten doen? Nee, je hebt het zelf gedaan. Zo, progressie. Knap hè? Wow, het is echt een... Ik zou hem niet optillen aan dat. Ik zou het eerst even verder open scheuren. Ik heb gelijk kapot gemaakt. Oh, kut. Nee hoor, alleen maar dat. Ik zou gewoon verder open scheuren, echt. Oké. Okay. Het is geen tilbaar hengsel. Kijk maar, het valt. Ja, te... ik had hem opgedaan. Maar niet uit. Maar ik wil er wel even bij zeggen: het is geen hint dat je weer weg moet gaan zo lang. Oh, was ik net van plan. Waar ga je naartoe dan? Nee, ik ga... Ik denk dat je... Ik heb niet eens tijd om een dag weg te gaan. Leuk. Nou. Cool, hè? Huh? Ja. Travel the world. Maar ik ben toch bang dat een backpack wat praktischer is. Ja. Yeah. Maar dat hey. Ik ook. Het hangt wat. Het ja, dat had ik heel leuk. Een label met je naam aangehangen. Maar hè, surprises zijn toch ook om kapot te gaan? Want eigenlijk was de bedoeling... De bedoeling was... Dat ik aan de binnenkant een cadeau ging doen. Maar dat ben ik vergeten. Dus het cadeau, dan kun je hem heel laten, dat is het leuke. Krijg je nog even deze van mij. Ik moest er een cadeau in doen, oeps, vergeten. Deze krijg je van mij. Oh. Er zitten gewoon kleine dingetjes in. Dankjewel. Chill. Cheers. Alsjeblieft. En fijne Sinterklaas. Ga je nog je schoen zetten? Nou. Ja. Oké. Okay. Nou jongens, kijk eens hoe creatief wij zijn. Eva heeft ook wat heel schattigs gemaakt. Mijn is het allermooiste. Ik vind mijn ook leuk.
En we kwamen echt serieus achter allemaal oude foto's en vriendenboekjes van mij en zo. Die komen bij mijn vader vandaan, omdat die nu natuurlijk uit ons ouderlijke huis is verhuisd. Dus dan kom je in één keer weer, krijg je al die dingen weer terug. Vakantiedagboekjes, vet leuk, maar ook echt heftig. Ik zei net tegen Eve, ik las ook een soort van dagboekjes die ik dan 2 weken volhield toen ik 13, 14 was. En ik was daar zo heftig in mijn uitspraken. Heel erg dat ik denk van, dacht ik nou echt zo of heb ik het heel erg aangedikt? Gewoon puur brein of zo. Toch, hè? Mm-hmm. Ik was echt helemaal van, ik haat dit en dat en ik haat mijn leven en blablabla. Dat soort dingen. Maar dat was ook wel gewoon cool, denk ik. Denk het, ja. Mijn zusje is weer naar huis. Dat is echt super gezellig. En volgens mij is de video wel heel leuk geworden. Kate heeft een appeltje en Marco komt zo thuis van zijn werk. En dan gaan we eerst wat eten en daarna naar een housewarming van vrienden van ons in Woerden. Dus ja, dat wordt wel een hele leuke avond. Maar deze vlog is al best wel lang geworden met natuurlijk het surprise stuk erbij. Dus ik ga morgen, zondag, ga ik gewoon weer een nieuwe vlog starten. En die komt dan ook in de loop van de week online. Van zondag en van maandag. Dus bedankt voor het kijken in ieder geval. En graag tot de volgende video. Doeg!